Why I Love This Book. Ik heb gekozen voor Klaus Mann van Mephisto. Het boek gaat over een acteur die in de jaren 30 heel erg populair is in Duitsland. Hij is een ontzettend linkse acteur, net als zijn andere acteurs, want dat hoorde je eigenlijk te zijn als je acteur was. Maar dan komt het nazi-rijk langzaam op en hij heeft eigenlijk maar één doel voor ogen, want hij wil beroemd blijven. En hij wil stralen op het toneel en dat betekent dat hij eigenlijk al zijn idealen en doelen aan de kant zet om toch te blijven toneelspelen. En daardoor kiest hij dus de verkeerde kant en gaat als een van de weinige acteurs wel voor de nazi's toneelspelen. En dat bleef hij jaren doen, totdat hij dus uiteindelijk na de oorlog erachter komt dat hij toch een verkeerde keuze heeft gemaakt en eigenlijk volledig afgebrand wordt. En alsnog zijn hele carrière gaat naar de knoppen uiteindelijk. Waarom ik dit zo mooi vind, is omdat het in ontzettend mooie stijl geschreven is. Ik heb het in Duits gelezen destijds voor mijn lijst en het heeft ontzettend veel indruk gemaakt. Juist omdat het een hele andere kant benadert van het nazi-rijk, waar ik toen op dat moment heel erg in geïnteresseerd was. Want ik was heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En het is me altijd bijgebleven.